Goedenavond iedereen. Welkom op de live over fracturen bij Ekitom. Tom is nog even afwezig, maar ik zal mezelf al even voorstellen. Ik ben Mathieu Foucault en ik zal de presentatie vanavond geven met Tom Maren, de hoofdchirurg hier bij Ekitom. Welkom allemaal. Sorry dat we een beetje later zijn, maar we hebben een hele zware lange operatie gehad die wat langer geduurd heeft dan verwacht. Bedankt om allemaal te kijken. We gaan vandaag spreken over botbreuken bij paarden. Het is toch wel iets dat vrij regelmatig voorkomt. Wij worden daar in de kliniek regelmatig mee geconfronteerd. Er is bij de meeste paardeneigenaars is er toch wel een zekere onwetendheid. Hè? Ja. De tijd dat paarden met een gebroken been, dat men die moet laten inslapen, is gedaan. Hè? En we willen eigenlijk een beetje dat taboe doorbreken en jullie allemaal wat meer informatie geven. Hè? Wat is een breuk? Hoe kunnen we het herkennen? Ja, exact. En wat moeten we doen indien uw paard een gebroken been heeft? Ja. Dus ik zal even met jullie overlopen wat we vanavond zullen bespreken. Dus we gaan het in het begin vrij kort hebben over het bot, de structuur en het metabolisme van het bot. Daarna fracturen bij het paard. Hoe gebeurt dat nu? Welke soorten fracturen zien we? En dan natuurlijk wat te doen bij een fractuur. En dan gaan we ook nog enkele voorbeelden aanhalen van fracturen die hier bij ons in de kliniek gerepareerd zijn. Zoals Tom zei daarnet, in het verleden werd vaak gezegd dat een fractuur fataal is voor een paard. Vanavond zullen wij aantonen dat vandaag de dag alles behalve het geval is en dat we heel veel kunnen doen bij een breuk van een paard. Mathieu, ik moest nog één ding zeggen, dat dit is een direct. Ja. Mensen kunnen dus altijd vragen stellen en dan kunnen we op die vragen een antwoord geven. Zeker en vast. Zo, we beginnen bij de soorten bot. Zoals sommige mensen wel weten, dus de botten die vooral gekend zijn bij mensen zijn de lange beenderen. Deze zijn opgebouwd zoals we hier kunnen zien aan de linkerzijde onderaan door een corticaal bot met van binnen de mergholte. Dit is het bot zoals een hond een kluif bijt. Het bot van lange beenderen is opgebouwd uit deze mergholte met omgevend corticaal bot. En op de top, waar dat ze articuleert, waar dat het gewricht wordt gevormd, gaat die over in een metafyse en een epifyse. En daar gaat het ruggenmerg eigenlijk overgaan in een soort van spongieus bot. Dus dat is bot die heel doorspekt is en waar dat er dan ook een soort beenmerg in aanwezig is. Andere botten zijn de korte beenderen, zoals de wervels van een paard. Deze bestaan eigenlijk bijna zo goed als uit spongieus bot, uit het bot die eigenlijk zeer doorspekt is door een beenmerg, maar niet deze centrale holte heeft waar dat beenmerg in bestaat. Dan de microscopische bouw van het bot. Dus er zijn verschillende celletjes in het bot, daar komen we later nog op terug. Eigenlijk wat dat deze cellen gaan doen is bot aanmaken en afbreken. Eigenlijk dat is een continu proces. En het bot is eigenlijk niet meer dan eigenlijk een neerslag van mineralen in een collageenmatrix. Collageen is trouwens waar dat onze snoepjes van worden gemaakt. Dat is het collageen van afgekookte beenderen. Waar dat dan eigenlijk bij ons en bij de dieren eigenlijk de mineralen in neerslaan onder de vorm van hydroxyapatiet. Ik denk ook heel belangrijk om te weten is dat een bot eigenlijk een heel dynamische structuur is. Het bot is een van de weinige weefsels die voortdurend in opbouw is en in afbraak. Zeker weten. Dus continu worden er beschadigde botweefsels afgebroken, worden er nieuwe bot aangemaakt. Het bot is ook heel fel doorbloed, is ook heel goed bezenuwd. Dus vandaar dat een fractuur, dat ook snel bloedt, dat ook heel veel pijn doet. Hè. Ja. Dus het bot, men denkt dat iets hard is, dat iets inert is, dat daar weinig leven in zit. Maar niets is minder waar. Nee. Het is een heel vitaal weefsel waar heel veel in gebeurt en heel veel in opbouw is. En dat is ook wel de reden waarom dat eigenlijk een gebroken bot of een gebroken been eigenlijk vrij goed geneest ook, omdat daar juist zoveel doorbloeding in zit en continu aanmaak en afbraak is van beschadigd bot.
Zeker en vast. Hè. Zoals Tom zei, de bot is enorm goed doorbloed. Dus we zien hier eigenlijk de opbouw, de anatomische bouw van een bot, waarbij dat we eigenlijk van binnen in de mergholt, van buiten op het bot het periost hebben, het botvlies, waar dat er ook heel sterke zenuwen, heel sterke doorbloeding aanwezig is en die eigenlijk de buitenkant van het bot voedingsstoffen gaan aangeven. En dan hebben we eigenlijk het bot die is opgebouwd zelf uit verschillende eilandjes, hè, waarbij dat er centraal een kanaal van havers bestaat, die opgevuld is met bloedvaten, lymfevaten en ook zenuwen. En daar rond is dan zoals een ui eigenlijk concentrische lagen, dus laagjes van bot daar rond opgebouwd. Hè. Dus het bot is, zoals Tom zei, een zeer complex orgaan, die eigenlijk continu zal remodelen, continu in beweging is. En dit is eigenlijk het meest vitale, regeneratieve weefsel in het lichaam. Hè. Ja. Dus, en misschien ook belangrijk om te weten, is het botvlies is dus wel echt een vlies. Dat is een vlies dat kun je insnijden, dat kun je van het bot afhalen. Nu, dat is ook heel belangrijk voor de doorbloeding van het oppervlakte van het bot. Ja. Dus als wij tijdens een operatie gaan we altijd proberen dat botvlies zo weinig mogelijk te beschadigen. Ja. En nadien dus terug mooi op het bot te leggen. Voilà. Ik denk dat we al veel gezegd hebben. Hè. Dus naast ook de functie, er staat hier nog iets over de functie van botten. We weten allemaal natuurlijk dat dat belangrijk is voor de ondersteuning van ons lichaam. Maar daarnaast heeft het ook een beschermende functie. Hè. Bijvoorbeeld onze ribbenkast bijvoorbeeld gaat organen beschermen. Maar is ook natuurlijk, iedereen, de meeste mensen weten dat wel, is een belangrijk depot van mineralen zoals calcium en fosfor. Voilà, de rest hebben we hier al gezegd, denk ik. Ja. Dus we gaan even doorgaan. Fracturen, hoe, wat en waarom. We hebben even gekeken in onze databank hier bij Ekitom. En we hebben eigenlijk de grote oorzaken van fracturen even opgelijst. Hè. Dus de meeste mensen weten waarschijnlijk al, hè, dus de meeste fracturen komen door een trap van een ander paard. Hè. Dus dat is logisch. Natuurlijk, paarden kunnen ook vallen en iets breken. Veel paarden botsen ook en dan de minderheid. Hè. Vooral bij topsportpaarden zien we toch wel redelijk wat overbelastingsletsels. Hè. Dan spreken we vooral over eigenlijk chronische overbelastingsfracturen, zoals de typische P1-fissuur door overbelasting. En dan verkeersongevallen, jammer genoeg, hè, zien we dat ook wel regelmatig eens opduiken. Hè. Dan, welke beenderen breekt een paard zoal? Ook hier bij ons in de kliniek. Misschien niet het meest in het oog springende botje, maar de greffelbeentjes zijn eigenlijk het bot die het paard het meest zal breken. Het meest frequent zien wij hier greffelbeenfracturen. Daarnaast hoofdfracturen, zeer veel voorkomend. Zowel door botsingen als jonge paarden die zich blijven haken in de stal. En dan de kootbeentjes, dus P1, de eerste phalanx, zeer, zeer, zeer veel gezien. Ja. De overige fracturen, je ziet dat een beetje in de grafiek, zijn ongeveer een beetje gelijkaardig. Ja. Nu, dit is wel hier bij Ekitom. Natuurlijk, wij hebben een bepaalde populatie. Maar als je bijvoorbeeld in Amerika zou kijken, waar je heel veel volbloeden hebt, dan gaat het natuurlijk wel wat, wel wat anders zijn. Omdat men daar heel veel fracturen heeft die gerelateerd zijn tot de race eigenlijk, tot de koers. Ja, dus wij zien hier vooral warmbloedpaarden. Klopt. Dan de beïnvloedende factoren waarom een paard nu zijn been kan breken. Dus de spiermassa die over een bepaald bot ligt, zal ook bepalen of dat bot fragiel is om te breken of niet. Dat is logisch. De leeftijd van het dier. Vooral jonge dieren kunnen iets breken, maar ook zeer oude dieren. Dus dieren die in de groep een beetje achteruit gestoken zijn, die niet echt meer hun leidersplaats in de groep vinden, die zullen vaak getroffen worden door een fractuur, waarschijnlijk door een trap van een ander paard dan. He, ook de gestalte van dieren is aangetoond. Hoe groter het dier, hoe minder kans op fractuur. Geslacht, merries worden vaker gestampt of getrapt dan hengsten. Dan de huisvesting, groepshuisvesting, heeft een grotere predilectie van fracturen. En dan het gebruiksdoel, zoals Tom al aanhaalde net. He, dus een reispaard, een koerspaard, heeft natuurlijk door die intense training, door het
hoge intensiteit aan werken ook een grotere risico op het ontwikkelen van fracturen. Ja, vaak worden die jonge dieren, dat skelet wordt eigenlijk overbelast. En dan krijg je een soort stressfracturen, heel fijne fissuren die ontstaan. En uiteindelijk vaak leidt dat tot het breken van het bot. Maar ik denk dat we bijna aan het interessante gaan beginnen. Ja, dit was een beetje saaiere materie, maar dat moeten we nu eenmaal door. Maar ik denk dat we vrij snel nu naar praktische voorbeelden gaan kijken. Voilà, dit zijn zo wat typische fracturen die je kunt hebben. Dit is het kootbeen, hè. Dat zijn allemaal, of de meeste zijn toch kootbeenfracturen. Mag ik even de poster? Ja. Dus hier zie je bijvoorbeeld een voorachterwaartse opname van een kootbeen bij een paard. En dan zie je hier een heel klein fissuurtje. Als je goed kijkt, gaat dat hier meer prominent aanwezig zijn bij dat paard. Als het nog erger is, gaat het effectief breken. Hè. Dus dit paard heeft zijn kootbeen gebroken. Die breuk is nog niet heel veel verplaatst, maar toch, dit is echt volledig gebroken. Als het nog wat erger is, als je meer pech hebt, dan krijg je een echte explosiefractuur. Dit kootbeen is als het ware ontploft, is gewoon geëxplodeerd. Natuurlijk een zeer erg geval. En dit is een voorbeeld van een veulentje. Dit is de distale groeiplaat van de pij bij een veulen. Dit is, in principe is dit de groeiplaat, maar zie dat het hier gebroken is tot in de groeiplaat door. Dus ook veulentjes natuurlijk hebben wel veel elastischere benen. Breken in principe hun botjes niet zo snel, omdat ze veel elasticiteit hebben. Maar toch, als de merrie natuurlijk op het beentje gaat staan bij het veulentje, dan krijg je vaak een fractuur in de groeiplaat. De meeste van die kootbeenfracturen zijn gesloten, maar soms kan het toch gebeuren dat er ook een huidwonde ontstaat. Dan heb je een open fractuur en dat is natuurlijk nog veel erger, omdat er dan bacteriën naar binnen gaan en een infectie kunnen geven. Ja, dus wat te doen bij het vermoeden van een fractuur? Hè? Fractuur is natuurlijk, hè, dat is een paniek, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor het dier. Het dier snapt niet waarom kan ik niet meer op mijn been staan. En ik wil vooraf toch waarschuwen voor het beeldje die vrij grafisch is. Maar het is toch belangrijk dat mensen, dat jullie als eigenaar goed beseffen dat het noodzakelijk is bij een fractuur, bij een paard, om eigenlijk het dier zo goed mogelijk rustig te houden. Dus hou het dier alsjeblieft ter plaatse, beweeg het niet te veel en wacht tot het dier naar zijn plaats is om sedatie te geven en om de gepaste pijnstilling toe te dienen. Ja, want dat zag je heel goed op die video. Dat paard hier op die video heeft dus een fractuur van het pijbeen. Je hebt gezien hoe onstabiel dat been is. Dat paard is helemaal in paniek, want kan daar niet op steunen. Natuurlijk, je moet zo'n paard proberen zo rustig mogelijk te houden. Als je met zo'n paard gaat stappen, na enkele stappen, gaat zeker de botstukken eruit steken. Dus heel belangrijk, probeer zelf zo rustig mogelijk te zijn. Hou het paard ter plaatse, hou het paard rustig tot de dierenarts daar is. Ja. Om de nodige handelingen te kunnen uitvoeren. Inderdaad. Dus wat de dierenarts moet doen eigenlijk als hij aanwezig komt, is eigenlijk het dier onderzoeken klinisch dan. Is er een andere positie van het lidmaat? Vrij duidelijk hier op deze foto. Sommige gevallen bij dit paard, die had zijn ulna gebroken. Ulnafractuur namen ook een zeer typische manier van zich voor te bewegen. De schouder zal eigenlijk, of de elleboog tenminste, zal niet meer kunnen gestrekt worden. Die dieren bewegen zich heel typisch zo voort. En dan een iets subtielere fractuur. Dit paard komen we straks nog op terug, maar had een nekfractuur. Het was enorm pijnlijk op de nek. Dat is ook zeer belangrijk. Het is ook belangrijk om het volledig dier te bekijken. Bekkenfracturen bijvoorbeeld, die kunnen zelf doodbloeden. Als ze niet deftig onderzocht worden. Dus ja, wat gaan we doen? Natuurlijk houden standaard. Het eerste wat de meeste dierenartsen doen is een radiografie nemen. Radiografisch onderzoek. Dat is zeer belangrijk om de fractuur te gaan beoordelen. Prognose te geven aan u als eigenaar, maar ook de ernst te bepalen. Sommige fracturen zijn niet zo evident op te sporen. En dan kunnen we ofwel bij een fissuur, vermoeden van een fissuur, opnieuw radiografisch onderzoek doen na 14 dagen. Ofwel gaan we dan meer geavanceerde beeldvorming gaan toedienen of gaan toepassen in de vorm van een CT, waarbij dat we hier een fissuur zien. Hier natuurlijk
zeer prominent een fractuur van het kootbeen. Of MRI, waarbij dat we hier verschillende gradaties van fissuren hebben bij het paard, die op radiografisch onderzoek niet of moeilijk te zien waren. En dan hier een botscan of scintigrafie, waarbij dat paard via een nucleaire geneeskunde eigenlijk zal een radioactieve stof toegediend worden en die zal capteren, die zal oplichten eigenlijk waar dat er een ontsteking, bijvoorbeeld een fractuur, zich vindt. Ja, het besluit eigenlijk een beetje van deze slide is dat elk paard dat plots zeer kreupel is, plots op drie benen staat, is in principe verdacht van een breuk, ja, of een fissuur, tot het tegendeel bewezen is. En vaak gaat de dierenarts het vrij snel gevonden hebben door eenvoudig radiografisch onderzoek en klinisch onderzoek. Maar soms is het dan toch ook net ietsjes moeilijker en hele fijne barstjes, fissuren, weet ik waar in het lichaam, van het bekken tot bijvoorbeeld in het spronggewricht, zoals hier, kunnen soms heel moeilijk op te sporen zijn. En dan is er eigenlijk geavanceerde beeldvorming nodig, hè, ja, zoals die MRI, zoals die scintigrafie, om uiteindelijk de breuk of de fissuur op te sporen. Ja. Nu. Ja, dit is eigenlijk ook heel belangrijk. Dus als de dierenarts thuis de breuk of een fissuur vastgesteld heeft, dan is natuurlijk de volgende stap, ja, hoe ga ik mijn paard transporteren naar de kliniek? In de meeste gevallen zal er een gipsverband geplaatst worden. Nu, dat is heel belangrijk, want heel veel mensen die thuis aan een fractuur hebben, die zijn zodanig in paniek, die denken maar aan één ding, dat zo snel mogelijk het paard in de trailer krijgen en naar de kliniek rijden. Maar dat is juist fout, hè. Gedurende het transport kan er heel veel gebeuren. Dus als je bijvoorbeeld hier die kootbeenfractuur hebt, je ziet dat is een vrij complexe kootbeenfractuur. Natuurlijk als je zo'n paard, of hier in dit geval is een veuletje, want je ziet hier de groeischijven, maar als je zo'n veuletje op transport zet, dan gaat het natuurlijk tijdens het transport gaat het helemaal verplaatsen. Hè. Dus het is absoluut heel belangrijk om hier een goed gipsverband op te zetten, alvorens het veulen te verplaatsen naar de kliniek. En hier nog veel belangrijk, dus iedereen ziet hier de breuk in dit bot. Dit is niet zomaar een barstje, maar dit is echt al een breuk. Er is nog geen verplaatsing. Natuurlijk, als je zo'n paard met zo'n lange botfractuur op transport zet zonder de nodige immobilisatie, dan is de kans zeer groot tijdens het transport dat de botstukken gewoon uit elkaar gaan gaan. En heel vaak gaat je dan hebben dat scherp stuk bot hier door de ruit gaat gaan met alle gevolgen van dien. Dus hou het hoofd koel, laat het paard zo weinig mogelijk bewegen tot de dierenarts ter plaatse is en laat dan een gips plaatsen alvorens het paard op transport te zetten. Ja. Ik weet niet wat ondertussen al vragen binnenkomen, maar jullie kunnen altijd ons onderbreken. Zoals Tom zei, de immobilisatie van het lidmaat, zoals Tom aanhaalde, een gipsverband zal in de meeste gevallen natuurlijk de nodige immobilisatie veroorzaken. En je ziet onmiddellijk, het paard is veel comfortabeler na het plaatsen van een gipsverband. Dus die paniek is weg. Misschien wel één klein puntje is, als je zo'n gipsverband zet, dan is het de bedoeling dat echt die botjes bij elkaar houdt. Natuurlijk, als je heel veel watten rond dat been gaat doen, dan gaat dat been natuurlijk in de gips liggen te bewegen, in die watten. En dan heb je als het ware van je gips geen effect. Dus het is heel belangrijk voor een paard met een fractuur, met een breuk, om heel weinig watten rond het been te draaien. Ja. Dat die watten eigenlijk goed aan te spannen met rekverbanden. En dan een gips goed aanspannen, dat het been zo weinig mogelijk kan bewegen in de gips. Heel belangrijk. Ja. En dan in andere gevallen hangt af van het type fractuur. Hè, wordt het been helemaal ingegipst, zoals dat paard met een fractuur van de carpus, ja, denk ik dat hij had. Daarboven is dat, men noemt dat een full limb cast, dus het been is eigenlijk in de gips gezet tot helemaal bovenaan. En dan hier bij een ander paard met een radiusfractuur, denk ik dat hij was, ja, ziet, is het paard niet in de gips gezet, maar in een soort Robert Jones verband, noemt dat een heel stevig groot verband. En dan is er een spalk gezet aan de lateraal aan de buitenzijde en nog een spalk aan de voorzijde. En die spalken moeten ervoor zorgen dat been niet alle richtingen uitgaat en dus het gebroken bot zo goed mogelijk op zijn plaats te houden. Dus zoals u ziet zijn er verschillende manieren om een paard te immobiliseren. En de wijze waarop hangt af van de breuk, hè, van het bot en de aard van de fractuur. Ja.
klopt. Maar daar is de dierenarts de best geplaatste persoon in natuurlijk om te beslissen welke vorm van immobilisatie er nodig is. Ja. Voilà, het transport naar de kliniek, we hebben al aangehaald, zo weinig mogelijk stappen met het paard tot er een immobilisatie geplaatst is. Het is natuurlijk logisch dat het veel handiger is om zo'n paard te transporteren met een lage laadklep. Neem uw tijd, moet niet in paniek zijn, blijf rustig. Belangrijk is van het paard natuurlijk goed op te sluiten dat hij steun heeft in de trailer. Hoofd en de nek vrijlaten, dat hij zijn evenwicht kan kiezen. En het is logisch bij fracturen van een voorbeen dat je best het hoofd naar achter plaatst. Dus het paard langs hier laden met het hoofd naar achter. Als het paard, als je dan stopt voor een verkeerslicht bijvoorbeeld, dan gaat dus de krachten vooral komen op de achterhand en niet op die voorhand. En juist omgekeerd bij fracturen van een achterbeen, dan wordt het paard als het ware normaal geladen. Want als je dan moet stoppen, dan komt al het gewicht op de voorhand en niet op het gebroken achterbeen. Goed, ja, behandelingsmogelijkheden dan. Hè. Dus dat hangt heel sterk af van de type fractuur, van het bot die betrokken is. In sommige gevallen, hè, zoals hier het kootbeen, zullen we enkel schroeven gebruiken. Die schroeven zien we hier, links onderaan. Dit zijn speciale schroeven waarbij we eigenlijk een soort van trekkracht kunnen creëren met deze schroef. Deze schroeven kunnen we ook in een plaat incorporeren, zoals hier bij deze ulna. De ulna-fractuur zien we hier met een plaat gefixeerd, waarbij we twee verschillende soorten schroeven gaan gebruiken. Zowel deze schroeven, deze heten locking-schroeven. Deze draaien we eigenlijk in de plaat, zodat we eigenlijk een soort van inwendige frame krijgen waarin dat de fractuur mooi gestabiliseerd wordt. En dan met deze schroeven, de corticale schroeven, gaan we eigenlijk de plaat tegen het bot trekken om mooi de vorm van het bot tegen de plaat te gaan bewaren. Hè. Indien we in de onmogelijkheid zijn om met schroeven te gaan vastmaken of een plaat te gaan plaatsen, zijn we genoodzaakt om een constructie te maken met dit soort pinnen. Dit heet transfixatiepinnen. Deze worden dan door het bot gedraaid die eigenlijk aanpalend is aan het gebroken bot, waar rond er eigenlijk een hipsconstructie wordt gecreëerd, zodat het paard eigenlijk zijn gewicht op de pinnen draagt en de tijd krijgt en het bot de tijd krijgt om te genezen zonder dat er steun genomen wordt op het been. Ja, en dat wordt dus vooral gebruikt als, zoals hier in dit geval, het kootbeen is helemaal verbrijzeld. Is zodanig verbrijzeld dat daar geen schroeven in kunnen geplaatst worden. Ja. Dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid, dat is zoals Mathieu gezegd heeft, pinnen door het bijbeen en dan een gips rond zodanig dat dat kootbeen als het ware geen gewicht draagt, volledig vrijdragend is. En dan wordt, of dan gaat eigenlijk als het ware dat verbrijzelde kootbeen heel geleidelijk aan terug genezen terug aan elkaar groeien. Maar dat blijven natuurlijk wel zeer ernstige toestanden. Oké, we beginnen aan het echt leuk gedeelte nu. Ja. De voorbeeldjes. Greffelbeenfractuurtjes. Zoals misschien sommige mensen onder jullie weten, in de evolutie heel ver, lang geleden, hadden de paarden eigenlijk meerdere tenen, hè, ja, waarvan er nu nog één overschiet. De eerste bijvoorbeeld is 35 miljoen jaar oud, dus dat onderbeentje van dat eerste paardje hier, dus dit eigenlijk is van hetgeen we noemen een eohippos, zo noemt dat, 35 miljoen jaar oud. En toen, zoals u ziet, hadden zij vier tenen. Het paard heeft nu nog maar één teen, maar heeft nog wel twee griffelbeentjes daar aan de zijkanten. En die griffelbeentjes, dat zijn eigenlijk die andere tenen die in de loop van de miljoenen jaren geleidelijk weggegaan is. Dus heel lang geleden vier tenen. En dan 15 miljoen jaar geleden was er al één verdwenen. En je ziet die andere geleidelijk aan kleiner worden. En dan vanaf de ijstijd en nu bij de huidige paarden zie je eigenlijk dat er enkel nog maar die twee griffelbeentjes zijn aan elk been. Maar die griffelbeentjes, zoals je weet, worden heel vaak gebroken. Ja. We zien heel veel fracturen, het hoogte van de griffelbeenderen bij onze paardenpopulatie. Ja. En hoewel dat ze eigenlijk
nu slechts rudimentair zijn, hè, dus een overblijfsel van de evolutie, zijn ze wel nog belangrijk. Hè, voor onze paarden, ze hebben wel degelijk nog een functie. Dus als die gebroken zijn, dan zullen we er wel iets mee moeten doen. Hè. Dus niet dat we die zo kunnen laten als die gebroken zijn. Nee, natuurlijk, die beentjes hebben geen directe steunfunctie. Dus als zo'n griffelbeentje breekt, gaat het paard daarom niet meteen op drie benen staan. Nee. Het paard gaat nog wel het gewicht kunnen dragen, maar gaat wel pijn hebben, zeker bij druk. En er gaat een zwelling ontstaan. Voilà. We hebben die griffelbeentjes aan de voorbenen en de achterbenen. Zoals je ziet, hè, dit is een achterbeen, dan zie je de griffelbeentjes daar. En zoals je ziet, aan de bovenzijde van het griffelbeentje, daar staan andere beentjes bovenop. Dus zowel de hoogte van de voorknie, de carpus, zijn er dus botjes die daarop steunen, als achteraan. Dus je kunt zo'n griffelbeentje zomaar niet volledig wegnemen. Een andere functie is ook dat daar een aantal ligamenten op vastzitten. Hè. Zoals hier aan het voorbeen zie je ligamenten vastzitten op het griffelbeen. Daar ook aan de achterbenen hangen er ligamentjes op vast. Nu, de meeste griffelbeenfracturen ontstaan door een trauma, een direct trauma. Heel vaak door een stamp natuurlijk van een ander paard. Soms ook dat het paard gewoon tegen een voorwerp stamp bijvoorbeeld. Hè. Soms zien we spontane fracturen, maar dat zien we heel vaak bij overbelastingsfenomenen, bij racepaarden. Heel vaak heb je dan ook peesproblemen aan de interosseus. De takken zijn dan meestal ook aangetast, waardoor eigenlijk de griffelbeenkopjes eigenlijk secundair spontaan fractureren door overbelasting. Nu, die griffelbeentjes, waarom breken die zo makkelijk? Omdat zij ook bloot liggen, eigenlijk juist onder de huid. Onder de huid, eigenlijk. Hè. Er liggen daar geen spieren rond, ze zijn niet beschermd. Je kunt ze dus met je vingers ook heel goed voelen. Natuurlijk, het minste trauma daarop kan aanleiding geven tot een fractuur. Soms zijn die fracturen gesloten, is er geen wonde aan, zoals hier. Soms is er een open verbinding met de fractuur, dus een wonde aan. Die fracturen kunnen eenvoudig zijn, dus gewoon een dwarse breuk, of kunnen dus zeer complex zijn. Ik denk dat we dat hier zien. Het is moeilijk te zien, denk ik, op beeld. Maar, maar hier heb je dus een fractuur met verschillende fragmenten. Hiernaast heb je dus gewoon een enkelvoudige fractuur. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een enkelvoudige fractuur een betere prognose heeft dan een fractuur met verschillende fragmenten. En dan natuurlijk kan de fractuur helemaal bovenaan zijn, kan halverwege zijn of kan helemaal beneden zijn. In principe is het zo, hoe hoger de breuk, hoe ernstiger en hoe delicater het is. De beste of de eenvoudigste fracturen zijn, geen wij noemen de fracturen van de griffelbeenkopjes, die zijn het meest eenvoudige te herstellen. Diagnose is in principe is vrij eenvoudig. Vrij eenvoudig klinisch. Te stellen door de zwelling, al of niet aanwezige kreupelheid, en dan een radiografisch onderzoek, vaak ook met een echografie om die interosseus te gaan controleren. CT-scan en andere beeldvorming worden eigenlijk vrij weinig gebruikt voor dit soort van fracturen. De behandeling kan conservatief zijn, in die zin dat er soms voor gekozen wordt om die spontaan te laten helen. Anderzijds kunnen we ook chirurgisch het deeltje onder de breuk gaan verwijderen. Hè? Misschien eens eentje even teruggaan. Ja. Het nadeel van die conservatieve behandeling, waarom dat eigenlijk minder gebruikt is, is om de eenvoudige reden dat heel vaak die heling gaat gepaard met een callus. Ja. Dus je ziet daar duidelijk op het tweede beeld, ziet je daar een callus. Dat is dus nieuw beenvorming, die dus het lichaam gaat gebruiken om de twee botstukken te gaan overbruggen. Nadeel daarvan is, als je veel nieuw beenvorming hebt, dan gaat dat dus drukken op de interosseus pees die ernaast ligt. En dan krijg je dus irritaties van die pees. Vandaar dat zeker bij sportpaarden wordt er heel vaak gekozen om het gebroken distaal eindje, dus het griffelbeenkopje, meteen te verwijderen. Om niet te veel tijd te verliezen, en dan ben je zeker van een goed herstel. Want dat kopje van dat griffelbeentje heeft een paar totaal niet nodig en kan dus makkelijk verwijderd worden zonder problemen. Ja, dat klopt. In sommige gevallen is het iets complexer. Zoals Tom zei daarnet,
hebben de greffelbeentjes zeker bovenaan hier een steunende functie. Hè, die ondersteunen de botjes van de tarsus en de carpus, hè, van de voorknie en de sprong. Eigenlijk het enige greffelbeentje die we volledig kunnen verwijderen is achteraan aan de buitenkant. Hè. Al de rest kunnen we niet verwijderen volledig en dan zijn we in sommige gevallen genoodzaakt, als er een fractuur helemaal bovenaan is, om deze te gaan fixeren met een klein plaatje. Ja. En anders als je dat niet doet, dan krijg je zoals op het beeldje helemaal links, kun je dus een luxatie krijgen van het griffelbeen. Je ziet dat griffelbeen is helemaal verplaatst door dus eigenlijk het gewicht of de druk van het botje daarboven. En om dat te voorkomen moet je dus een plaatje zetten. Dat botje moet je dus terug reduceren, op zijn juiste plaats zetten en dan fixeren met een plaatje en schroefjes. Maar dit zijn nog allemaal vrij onschuldige fracturen met in principe een zeer goede prognose. Kijk, en dan... dit is zo'n voorbeeld waarbij we het griffelbeen volledig verwijderd hebben. Dus dit kan alleen, zoals Mathieu gezegd heeft, een achterbeen zijn en het griffelbeen aan de buitenkant. Dus hier hebben we dat griffelbeen volledig verwijderd omdat het veel te ernstig was. Het was de graad van verbrijzeling was te hoog en daar hebben we verkozen om dit volledig te verwijderen. Oké, dan komen we eigenlijk bij de fractuur van het hoofd. Nummer 1 zijn de snijtandfracturen. Hè. Dus dit zien we dan vooral bij jonge paarden, jonge hengsten die aan de tralies bijten en zich eigenlijk vasthangen in de tralies en dan schrikken en achteruit trekken en eigenlijk hun kaak breken aan de snijtanden. Ja, en dit is iets dat we echt heel vaak zien. Heel vaak, ja. Dus let daarmee op. Hè. Dus paarden die met hun tanden achter de tralies... Ook eventueel een baar, ik heb er al gehad, dus een baar dus die voor de deur is om de dekens aan te hangen. De paarden gaan daarmee spelen, blijven met hun onderkaak eigenlijk achter die metalen baar hangen. Hebben dan een schrikreactie, trekken achteruit en breken dus niet alleen de snijtanden af, maar ook de hele onderkaak af. Ja. Soms gebeurt het ook door een stamp van een ander paard, maar heel vaak is het door iets vast te pakken, vast komen te zitten met hun tanden. Ja. En dan breken ze als het ware de kaak. Nu op zich... vrij eenvoudige, in de meeste gevallen een vrij onschuldige breuk en vrij goed, vrij goedaardig. In die zin dat ze vrij eenvoudig kan hersteld worden. En hier is een kleine video ervan. Hè. Dus we zien de breuk heel duidelijk hier. En die wordt dan met een soort van beugel in de mond hersteld, hè, gestabiliseerd. Waarbij dat er met een ijzerdraad... eigenlijk de kaak zo goed mogelijk wordt gestabiliseerd, zodat het paard eigenlijk direct na de operatie terug kan eten. Hè. Ja, heel belangrijk is wel natuurlijk, zo'n fracturen die ontstaan in de mond, die zijn sowieso erg gecontamineerd door voedsel en dergelijke. Dus alvorens ze te fixeren met deze cerclagetechniek is het heel belangrijk om die fractuur haard heel proper te maken, goed te spoelen, alle bacteriën, al het vuil te verwijderen, dan te reduceren, dus de tanden mooi terug op zijn plaats te zetten en dan met verschillende beugels te fixeren. Ja. Van het moment dat die kaak inderdaad goed gestabiliseerd is, heeft het paard geen pijn meer. De dag na zo'n operatie gaat een paard al terug normaal eten. Ook het werk kan in principe vrij snel terug hervat worden. Die beugel die blijft daar in principe bij een volwassen paard 2 maanden in. Dan worden die metalen draden verwijderd en is het in principe volledig genezen. Maar het is inderdaad de tweede meest voorkomende breuk die we hier in de kliniek zien. Kunnen we onder algemene anesthesie doen, maar kan ook in de meeste gevallen gewoon staand gebeuren onder plaatselijke verdoving. Voilà, dat is iets complexer van die materie. He, dus hier ook dit paard heeft een breuk van de kaak eigenlijk, zoals we hier zien. Het is een zeer complexe breuk, omdat we eigenlijk bijna geen stabilisatiemogelijkheid hebben voor deze fractuur. He. We kunnen bijna nergens die beugel gaan plaatsen. Dus in dit geval hebben we ervoor gekozen om eigenlijk grote pennen, zoals we daarnet besproken hebben, te plaatsen in de kaak en deze te verbinden met een externe constructie om eigenlijk de stabiliteit van de kaak te gaan garanderen. Hè. Zoals bij de mensen eigenlijk. Ja. Hè? Je krijgt allemaal pinnetjes door je kweektakken
Dus als je pech hebt, als het paard zich ergens vastbijt en trekt, als je geluk hebt, zijn het gewoon te snijtanden. Maar als je pech hebt, kan één of beide de mandibule takken breken. En dan zit je natuurlijk al met een meer ingewikkelde vorm van osteosynthese. Ja. Voilà, dit is nog ingewikkelder. Dus dit paard heeft een ernstige klap gehad. Het paard was eigenlijk op hol geslaan in de stapmolen. Hij was op hol geslaan in de stapmolen en eigenlijk door de stapmolen gestoven. En dat was het resultaat. He. Dus een heel ernstige breuk, verbrijzeling eigenlijk van de neus, van het dak van de neus. He. Waarbij dat we op verschillende niveaus coupes hebben gemaakt met de CT-scan om eigenlijk de breuk te gaan zien. Nu, dit paard is absoluut goed gekomen. Hè. Verschillende fragmenten zijn gefixeerd met cerclagedraad en een sterke hechtdraad. En sommige zijn ook verwijderd, die niet meer vitaal waren. Maar het is heel belangrijk om deze fracturen eigenlijk onmiddellijk goed te gaan verzorgen. Hè. Dit paard bijvoorbeeld was tegen een tak gelopen op wandeling. En is jammer genoeg niet goed behandeld geweest. En dan krijgen we eigenlijk een zeer erge complicatie. Een fistel eigenlijk naar de neusholte, naar de sinus. Wat eigenlijk voor het paard een lijdensweg, een marteling is. Ja, en dat komt in principe als dat ernstig gebroken is zoals hier. En als je verschillende fragmenten hebt. Als je die fragmenten niet terug mooi aan elkaar gaat zetten en alles mooi gaat sluiten, dan kunnen die fragmenten, kan de doorbloeding van die fragmenten of van enkele fragmenten in gedrang komen. En dan kunnen dus een aantal van die botfragmenten afsterven. Krijg je necrose van het bot met uiteindelijk infectie en fistulatie en uiteindelijk een enorm gat eigenlijk in de schedel. Hetgeen heel moeilijk te herstellen is. Voilà, daar gaan we niet voor. Dit is ook iets dat we af en toe zien, dat zijn fracturen aan de occipitaalregio. Dat zien we wel eens bij paarden die bijvoorbeeld rustig naar buiten staan te kijken. Ineens schrikken van iets, mijn hoofd naar boven gaan en van boven tegen de staldeur klappen met hun hoofd. En dan krijg je wel eens fracturen. Dat is eigenlijk in principe tussen de twee oren dat je een fractuur krijgt, een avulsiefractuur van het bot. Meestal worden die fragmenten verwijderd. Maar zijn meestal nog vrij goedaardig. Ja. Maar zien we ook regelmatig. Dit is een vrij complexe fractuur, ook van de onderkaak. Ik weet niet wat de mensen thuis hier zien, maar die kaaktak is vrij complex gebroken. Mm-hmm. Dit is ook een CT-scan. Beide zijn CT-scan. Het is een 3D-reconstructie. Dit is een sagittale doorsnede. Dit is eigenlijk het kaakgewricht dat je ziet. Dit is de intacte kaaktak. Dit is de gebroken kaaktak die op twee plaatsen gebroken is. Is dat een filmpje? Kunt ze nee, dat zien? Dit is een stilstaand beeld, maar ook voor dit paard eigenlijk. Het paard kon nog eten, dus dan hebben we ervoor gekozen om dit eigenlijk te gaan conservatief laten genezen. Hè? Dit soort breuken, als de paarden nog eten, herstellen eigenlijk vrij goed met de nodige pijnstelling. Ja, en dat komt in principe omdat die andere kaaktak, die is intact en die fungeert eigenlijk als een beetje als spalk om die gebroken kaaktak te ondersteunen. En dus hier hebben we het al spontaan laten genezen, het paard is ook volledig genezen. Dus niet elke breuk moet operatief hersteld worden. Dit was een veulentje die een trap had gekregen van de mama. Werd eigenlijk met een enorm trauma aangeboden. Hè. Die werd dan opgelapt. Jammer genoeg was er te veel weefselschade, te veel necrose van de weefsels. Is het helemaal open gekomen, maar toch om even te illustreren dat. Hè, dus veulentjes heel fragiel zijn na het trauma van de moeder. Hè. Dit veulentje had eigenlijk zijn oogkas gebroken, heel zware breuk van de oogkas. Zijn kaakgewricht was gebroken. Hè. Maar ook dit veulentje hebben we met de nodige intensieve zorgen volledig conservatief zonder operatie goed gekregen. En die is perfect naar huis vertrokken. Hè. Opnieuw een kaakfractuur. Nog een soort, andere soort kaakfractuur dan dat we al gezien hebben. Hè. Hier zien we ook eigenlijk één kaaktak die gebroken is. Hier.
op dit CT-beeld. Deze fractuur hebben we eigenlijk ook met een soort van beugel kunnen herstellen. En deze is volledig hersteld. Dit is een aantal weken na de initiële breuk, na het herstel eigenlijk van de breuk met de beugel. En we zien hier in vergelijking met de originele breuk dat er al heel wat genezing is opgetreden. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn toch op de goede weg. Nu misschien belangrijk ook om te zeggen is dat dankzij de CT-scan, ja. Dankzij de CT-scan krijgen we natuurlijk driedimensionaal beeld van het hoofd van het paard en kunnen we een heel goed idee vormen van hoe de breuk juist loopt. Zeer belangrijk. Vroeger met gewone klassieke röntgenfoto's was het altijd moeilijker in te schatten op welke behandelingen we nu eigenlijk moesten instellen. Maar nu met de CT-scan kunnen we beter die breuken inschatten, kunnen we een betere keuze maken eigenlijk en kunnen we ze ook nadien veel beter opvolgen, de heling opvolgen. Ja. Dat is toch wel een hele grote stap vooruit binnen de behandeling en de diagnose van fracturen. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet alleen ons leven een stuk gemakkelijker, maar ook eigenlijk het leven van het paard, omdat we eigenlijk een veel bredere waaier aan diagnostiek hebben om de juiste behandeling te gaan kiezen. Hè. Voilà, dan komen we bij de P1-fracturen. Meest voorkomende fractuur van de ledematen eigenlijk, na dan de greffelbeentjes. Maar eigenlijk, dit is de meest voorkomende fractuur van een steunnemend bot. Een bot waar dat het paard echt zijn volledig gewicht opneemt. Hier zien we een klein fissuurtje, die zowel radiografisch, maar ook op CT heel duidelijk zichtbaar is. Hier terug dit fissuurtje en op MRI. Dat zien we heel veel bij sportpaarden. Dus die op jonge leeftijd heel hard gewerkt worden, die een beetje overbelast worden en die vormen dan eigenlijk vrij gemakkelijk dit soort fissuurtjes. Ja, en je hebt daar eigenlijk twee soorten in. Je hebt, zoals Mathieu zegt, chronische, geleidelijk optredende fissuurtjes. Ja. Maar dan heb je ook fissuren die plots optreden, van het ene moment op het andere moment. Het paard gaat dan plots zeer kreupel zijn. Het grote gevaar is dat meestal die paarden, als je die een beetje rust geeft en wat ontstekingsremmers geeft, wat pijnstillers geeft, na een week of na 10 dagen is daar eigenlijk niks meer aan te zien. Mm-hmm. Mensen denken dan dat er niks aan de hand was, beginnen terug met het paard te werken. En op dat moment kan het dus natuurlijk het kootbeen ineens doorbreken, een volledige fractuur worden of zelfs een explosiefractuur. Vandaar, nogmaals, als uw paard plots zeer erg kreupel is, is het heel belangrijk om uw dierenarts te contacteren, dat hij een grondig onderzoek doet. Is er geen grote fractuur, des te beter. Maar ook goed kijken dat er nergens een microfissuurtje is die nadien aanleiding zou kunnen geven tot een zeer ernstige botbreuk. Ja. Voilà. Dit is zo'n microfissuur in P1. P1 is het kootbeen. Dit is bij een sportpaard. En we hebben dat hier gefixeerd gewoon eenvoudig door twee schroefjes te plaatsen. Loodrecht op de breuk. Hier ziet je CT-beelden ervan. Dus als het fissuurtje zo loopt, worden de schroeven daar loodrecht op gezet. En dit is eigenlijk een 3D-reconstructie van dat paard, hoe die schroeven daar nu juist in zitten. Op die manier is die fissuur zodanig sterk gestabiliseerd dat die eigenlijk niet meer kan breken. Natuurlijk moet het paard nog de nodige rust hebben. Het is niet omdat er twee schroeven in zitten dat de breuk genezen is. Die schroeven gaan gewoon de breuk reduceren, stabiliseren, maar het lichaam zelf moet natuurlijk zorgen voor de genezing van de breuk. Ja. Dit is een iets complexer geval, Mathieu. Ja, dit is een paard waarbij dat er, zoals Tom zei daarnet, een microfissuurtje was. Die stabiliseert dus met één schroef. En dit paard is eigenlijk terug beginnen werken. En op deze schroef eigenlijk, of heeft hij eigenlijk opnieuw een breuk gedaan. En eigenlijk het volledige been is eigenlijk dan in flarden gegaan. Als dus ik me goed hier herinner is dat jaren later geweest. Ja, jaren klopt later. Dus het paard heeft jaren met die ene schroef in de sport gezeten en dan plots, heel onverwacht eigenlijk, is het kootbeen teruggebroken in verschillende richtingen. Zoals hier eigenlijk te zien op de CT, we zien hier een heel complexe breuk. Deze breuk is eigenlijk enkel te herstellen CT-geleid. Dus radiografisch kunnen we dat niet onbegonnen werk. Maar
Dit is eigenlijk net na de herstelling en dit is enkele maanden later. En we zien eigenlijk dat het botje, eigenlijk al de fractuurlijnen zijn verdwenen. Een heel mooi resultaat. Hè. En als ik me goed herinner, is bij dit paard dat bot eigenlijk gewoon gebroken in het stal, denk ik, bij het opstaan. Ja, ja. Dus heel, heel onverwacht, niet tijdens een wedstrijd, nee. Gewoon op stal, bij opstaan. Heeft dat paard dus die complexe kootbeenfractuur gekregen. Misschien ook interessant om te weten is, zelf een dergelijke complexe fractuur, de operatie gebeurt eigenlijk enkel door, wij noemen dat stapincisies, dat zijn gewoon hele kleine sneetjes te maken. Juist een sneetje van 5 mm, 8 mm, juist groot genoeg om de schroef door te brengen. En het is dankzij de CT dat we die schroeven daar gewoon CT-gereid in kunnen brengen. Dus dit paard heeft dan in principe gewoon 6 of 7 sneetjes gehad waar langs de schroeven naar binnen kunnen gebracht worden. Ja. Het is een groot voordeel dat dat niet meer moet opengesneden worden zoals vroeger. Dat voor dat paard ook veel minder kans op infectie en een veel sneller herstel. Zeker en vast. Oh. Dit is nog zo'n geval. Hè. Een paard die eigenlijk in het werk was bereden toen dat de fractuur is opgetreden. Het paard is nooit mank geweest op dat been, maar eigenlijk plots een breuk opgetreden die zowel in twee richtingen is het been gebroken. Hè. Dus we zien hier op de voorachterwaartse opname een breuklijn, heel groot, die hier in de cortex gaat. Maar ook op de zijdelingse opname hier een grote breuklijn. Hè. Dus het bot is als het ware in 4 stukken gespleten. Hè. Die breuk hebben we dan ook CT-geleid geopereerd. En eigenlijk een mooie constructie gemaakt, ook met verschillende schroeven, om eigenlijk een voldoende solide, stevige constructie te kunnen maken. Hè. Ja. Maar ook dit paard hè, is erdoor gekomen. En we hebben vorige week nog toevallig een berichtje ontvangen van de eigenares dat paard 10 maanden na de operatie terug in de sport had. Ja. Hè. Dus, het is paard. Hè. Ja, en dit is eigenlijk ongelooflijk. Dit was 10 jaar geleden niet denkbaar. Nee. Hè. Dit is eigenlijk dankzij de nieuwe technologie, dankzij die CT-scan, dankzij die 3D-technologie, dat we dus dergelijke breuken top kunnen herstellen. Eigenlijk. Fantastisch. Ja, ja dit is een ander geval, ook een interessant geval. Dat paard, zoals je ziet, heeft of had hier een breuk opgelopen van het kootbeen weer. Het was eigenlijk een vrij eenvoudige breuk. Op dat moment heeft men ervoor gekozen om dat conservatief te laten genezen. Dus gewoon met rust te laten genezen. Spijtig genoeg is dat slecht afgelopen. Gedurende de rustperiode is dus de breuk eigenlijk verder en verder uit elkaar gekomen. En dus enkele, niet weken, maar maanden later is het paard hier toegekomen. Met dergelijke röntgenfoto's met de vraag, kunnen jullie daar nog iets aan doen? Dus het is natuurlijk een spijtig verhaal. Conservatief dus enkel met rust. Ik zeg niet dat het niet kan, hè, maar dan moet een paard natuurlijk wel heel goed opgevolgd worden. En zoals hier in dit geval was het eigenlijk ietsjes te erg. En de kans dat dit ging gebeuren was eigenlijk bijna te voorspellen. Hebben we dan alsnog geopereerd, maar is natuurlijk de operatie wordt dan veel moeilijker. Hè. Dit hebben we wel moeten open doen, dus we hebben dat wel moeten open snijden, een incisie moeten maken. In die fractuurspleet zat ondertussen al beginnen botweefsel, allemaal moeten wegschrapen. En het is dan een heel karwei om uiteindelijk die stukken dan terug mooi op zijn plaats te zetten en daar schroeven in te plaatsen. Maar uiteindelijk is ook dit paard hersteld van de breuk, maar het is natuurlijk een flink karwei. Soms tijdens die P1-fracturen, zoals dit paard, is een acute fractuur van P1, een vrij complexe fractuur. En je ziet hier in het gewricht staat het breed open. Nu, tijdens het herstel met de schroeven is het heel belangrijk dat het gewrichtsvlak hier, dat heel mooi hersteld wordt. Als je die twee botstukken op elkaar zet, maar je laat hier een trapje in het gewricht, dat die niet perfect op elkaar staan, dan gaat het paard artrose krijgen. Vandaar dat we tijdens de operatie met een cameraatje in het gewricht gaan kijken. En ik denk dat dat bewegend beeld was, een filmpje. Voilà. En hier zie je in het gewricht, daar zie je eigenlijk de fractuur lopen. En we gaan dus kijken in het gewricht terwijl we met speciale tangen, als het ware, de botstukken op elkaar gaan persen. En dan zodanig dat het gewrichtsvlak terug perfect glad is. Van het moment
dat het gewrichtsvlak mooi glad is, worden die klemmen aangespannen, dan weten we dat de reductie zeer goed is. En dan nadien gaan we dus de schroeven erin plaatsen zoals je hier ziet. En hier zie je dus de fractuurlijn geleidelijk terugsluiten. Voilà, dat is ook heel belangrijk. Ja, en als we hier dan vergelijken, hè, dus voor de operatie zien we dat die gewrichtsvlak eigenlijk open is, hè, en een beetje verplaatst is. Hier op die controlefoto's maanden na de operatie zien we eigenlijk een perfecte gewrichtsvlak. Hè. Dus dat is enorm belangrijk. Als we het paard een kans willen geven om terug te komen in de sport, is het eigenlijk veruit het belangrijkste van de hele ingreep. Hè. Absoluut. Voilà, en dan hebben we nog enkele catastrofale gevallen, als ik het zo mag zeggen. Hè. Dus dit paard heeft eigenlijk zijn volledig kootbeen verbrijzeld. Hè. Dus in dit geval is het onmogelijk voor ons om met schroeven zelf CT geleid deze operatie te gaan uitvoeren. Je ziet ook, dit is als het paard op de operatietafel ligt, ligt het been eigenlijk afhangend. Hè. Is totaal geen structuur meer in te krijgen. Hè. En de technologie staat niet stil, ook niet in de diergeneeskunde, in de paardenchirurgie. En dit is eigenlijk een plaat die sinds enkele jaren, sinds vorig jaar zelfs nog maar op de markt is in de diergeneeskunde. Dit is een plaat die eigenlijk in de humane geneeskunde wordt gebruikt om dijbenen te gaan repareren. En die hebben we gebruikt om eigenlijk dit kootbeen tussen eigenlijk de... eigenlijk te gaan repareren. En het gebroken been wordt eigenlijk ondersteund door de plaat die hier heel solide in het P2 wordt geboord en ook in het pijbeen. He, dus hier creëren we eigenlijk een soort van overbrugging van de fractuur met die plaat. Dus nu hier, in dit geval gaat het paard wel zijn kogelgewicht natuurlijk niet meer kunnen bewegen. Men noemt dat een arthrodese. He, dus het kogelgewicht gaat zich volledig vastzetten, anculoseren. Maar in principe kan het paard daarmee een pijnvrij bestaan hebben. Natuurlijk, als sportpaard is dit niet meer mogelijk. Hè. Absoluut. Maar we kunnen wel het leven van het paard redden en het paard een pijnvrij bestaan geven. Maar natuurlijk zijn dit complexe en vrij intensieve operaties. Zeker en vast. Dit is een beetje een gelijkaardig geval. He, dus ook een paard die tijdens zijn carrière een fissuurtje heeft opgelopen, hersteld is geweest met twee schroeven zelfs. En die jaren nadien op de weide recht gestaan en haar been heeft gebroken. He. Zeer jammer geval, maar die hebben we dan ook eigenlijk met een arthrodese. Dat was de enige optie voor dit paard om een arthrodese te gaan uitvoeren. He. En dat is weer zo'n geval met een explosiefractuur van het kootbeen. Ik zie dat kootbeen is helemaal verbrijzeld. Onmogelijk om daar schroeven in te plaatsen, onmogelijk om daar platen op te zetten. Dus wat hebben we gedaan? Twee pinnen door de pijp eigenlijk. En dan, wij noemen dat een walking cast. Dus dan gaan we er gips rond plaatsen en dan gaat het paard eigenlijk zweven. Hè? Dat kootbeen gaat zweven. Het gewicht gaat dus komen op die pinnen. En dan zie je dat geleidelijk aan al die verbrijzelde botfragmentjes, dat die toch aan elkaar gegroeid zijn. En hier zie je dat uiteindelijk dat helemaal vergroeid is. Natuurlijk, zo'n paard gaat ook ernstige artrose krijgen in het kogelgewicht. En vaak gaan die kogels uiteindelijk, gaat dat ook spontaan, eventueel ankyloseren, fusioneren. Maar uiteindelijk kun je zo'n paard dan ook redden en een pijvrij bestaan geven. Maar natuurlijk, de sport is uitgesloten. Voilà, even een moeilijker onderwerpje, hè? De fracturen van het bekken. Ik zie ze niet zeer goed op dit scherm, maar daarom hebben we eigenlijk dan ervoor gekozen om het u ook gemakkelijk te maken met een cirkeltje. Hè, dus de eerste foto linksboven met cirkeltje is eigenlijk een fractuur van het bekken van de iliumvleugel, zoals deze heet. Deze fracturen zien we vrij frequent, zijn eigenlijk fracturen die operatief niet te herstellen vallen. He, dus dat zijn heel moeilijke fracturen om te gaan herstellen en deze moeten eigenlijk conservatief door het paard, eigenlijk door de nodige rust, meestal 3 maanden op box, gaan herstellen. En gebonden zetten. En gebonden, ja.
Hier weerom een fractuur, ook van het bekken natuurlijk, die eigenlijk interarticulair in het heupgewricht zich bevindt. Deze fracturen, als ze in het gewricht zijn, hebben natuurlijk een meer gereserveerde prognose voor de sport dan. Maar over het algemeen helen deze ook op termijn. Een bekkenfractuur kan zeer moeilijk zijn om te gaan diagnosticeren. Vaak zijn dat paren die toch een bepaald aantal vage klachten vertonen en soms is er zelf scintigrafie nodig om dit te gaan diagnosticeren. Ja. Dus, moet ik denken, het bekken bij een paard is zo groot dat het radiografisch dat het heel moeilijk is vaak om mooie beelden te krijgen. En vaak moeten we dan ook echografie doen om te kijken om de verschillende botdelen van het bekken te onderzoeken. Maar is inderdaad een vrij complex gebied om te onderzoeken. Maar zien we spijtig genoeg toch regelmatig optreden. Deze slide is moeten we even verder gaan? Ja. Ja. Voilà. Dit is een paard met een hoefbeenfractuur. Ik denk dat de meeste kijkers wel gaan zien dat dit hoefbeen gewoon volledig gebroken is. Dit is een CT-beeld, dit is een röntgenbeeld. Nu, in dit geval hebben we ervoor gekozen om dus de breuk te herstellen via schroeven. Is niet zo eenvoudig, want je weet, het hoefbeen zit dus in de hoef. Je moet dus met die schroeven door de hoefwand komen. Dat gebeurt allemaal CT-geleid, maar uiteindelijk kun je dan wel een perfecte reductie krijgen en een volledige genezing bekomen. Nu, er zijn ook hoefbeenfracturen die we conservatief behandelen met een speciaal beslag en dergelijke meer. Ja. Maar dat is ook, hangt af van geval tot geval. Maar dit juist maar om te zien dat hoefbeenfracturen ook soms geschroefd worden. Dit is een andere type operatie, een heel moeilijke operatie. Dit is een paard, dit zijn twee MRI-beelden. Dit paard heeft een zeer erge artrose in het hoefgewricht met een luxatie, een subluxatie van het hoefgewricht. Het paard heeft zeer veel pijn, kon bijna niet gaan. Ja. Binnenin in het gewricht, dit is een beeld van een kijkoperatie, was er geen kraakbeen meer aanwezig. En bij dit paard hebben we een artrodese uitgevoerd van het hoefgewricht. Dat wil zeggen, we gaan het hoefgewricht gewoon blokkeren, vastzetten, zodanig dat het uiteindelijk volledig vastgroeit. Ja. Een dergelijk paard dat een ankylose heeft van het hoefgewricht, kan nog recreatief gebruikt worden. Topsport is natuurlijk moeilijk, maar geeft wel een pijnvrij bestaan. Ja. Dit is een van de moeilijkste operaties die er bestaat, de orthopedische operatie en artrodese van het hoefgewricht. Ja. Maar zoals je ziet is het wel mogelijk. Ik ga even ietsje sneller, want ik heb een signaal gekregen dat we moeten wat doorwerken, anders gaat het te lang duren. Dit is een veulentje met een pijbeenfractuur, hè, zoals je ziet. Het is een veulen, want hier heb je de groeiplaten, een vrij ernstige breuk, een lang been. Hè, en hier hebben we voor gekozen om daar twee platen op te zetten met allemaal schroefjes. Nadien, bij zo'n veulentje, halen we ze eruit. Zoals je hier ziet, hebben we al één plaatje eruit gehaald. En hier zijn dus de twee platen verwijderd en hier was initieel de breuk. Nu, zo'n veulen kan nadien een perfect normaal sportpaard worden zonder problemen. Zien we ook redelijk veel, veulentjes met pijbeenfracturen. Zeker veulentjes die wat zwakker zijn, wat trager zijn. En de merrie die dan vaker een beetje neerleggen. En de merrie, zeker bij merries die voor de eerste maal een veulen hebben, nog niet zoveel ervaring hebben. Wat bruttere merries, die gaan dan gewoon per ongeluk op het beentje staan. En dan krijgen we dergelijke fracturen. Ja, dit is een uitzonderlijk geval. Dit is een pony die het pijbeen gebroken gehad heeft, die men eigenlijk aan zijn lot overgelaten heeft. En uiteindelijk is dat pijbeen dan helemaal krom terug aan elkaar gegroeid, hè, met dit als gevolg. We hebben daar een CT van gedaan en dit is een 3D-reconstructie van hoe dat been eruit ziet. Dus helemaal scheef terug vastgegroeid met een enorme botwokering. Deze operatie is een echte challenge om dat goed te krijgen. We hebben dat als het ware teruggebroken, stukken ertussenuit gezaagd, we moeten roteren, helemaal draaien, twee plaatjes erop gezet en uiteindelijk doet die pony het heel goed. En dat is denk ik nu, hè, of enkele weken of maanden geleden, ziet je dat die terug normaal pijnvrij kan rondlopen. Dat was wel een heel mooi geval. Ja, dit is een ulna-fractuur. Dus hier zien we mooi de fractuurlijn.
Dit paard hebben we gestabiliseerd met een plaat. Deze plaat wordt op de achterzijde van de ulna geplaatst. Is eigenlijk een vrij vaak voorkomende fractuur bij paarden. En is eigenlijk de fractuur van de lange beenderen die eigenlijk de beste prognose heeft. Hè. Omdat deze fractuur, dit bot, is eigenlijk een bot waar het paard geen steunnaam op opneemt. Maar heeft wel een heel belangrijke functie, omdat hier de tricepsspier eigenlijk op aanhecht. Dus is niet te onderschatten, maar met de juiste stabilisatie komen deze paarden zeker en vast terug in de sport. Want kijk, dit is het paard eigenlijk één dag na de operatie. Die stapt wonderwel goed. Ja, dit is eigenlijk een routineoperatie. Doen we heel veel, ja. Gaat vrij snel. Maar is ook niet zonder risico. Nee. Hetgeen we heel af en toe eens zien, en ik denk dat ik in heel mijn carrière denk ik 3 gevallen gehad heb, is dat zo'n gerepareerd bot, hè, dat terugbreekt tijdens de recovery, tijdens het ontwaken van het paard. Zelfs zo'n ulnafractuur, zo'n elleboogfractuur, we gaan altijd de paarden helpen met een touw aan de staart, met een touw aan het hoofd. We gaan het paard zo lang mogelijk neer laten liggen in de ontwaakruimte. En als het paard goed wakker is, gaan we dus het paard meteen proberen recht te zetten. Maar natuurlijk, die ontwaakfase, dat is iets dat je niet altijd controleert. En elke eigenaar moet er toch van bewust zijn dat een paard in de recoverybox zijn bot kan breken. Ja. Ook een gezond paard. En zeker natuurlijk een paard dat hersteld is van een lange beenfractuur. We kunnen daar geen gips op zetten. Dus natuurlijk altijd een klein beetje een kritieke periode, het ontwaken. Dus we zijn pas blij, niet na de operatie, maar we zijn eigenlijk pas echt opgelucht als het paard terug weg staat. Want er is toch altijd een klein risico dat er tijdens de recovery, als die heel gewelddadig is, als het paard heel veel karakter heeft en te fel vecht tegen de narcose, dan heb je natuurlijk altijd kans dat dat terug zou breken. Ja. Voilà. Ja, dit is ook een heel complex geval. Dit is een paard die een fractuur opgelopen heeft in de carpus, de voorknie. Zoals de meeste mensen wel weten, bestaat de voorknie uit verschillende botjes. Hè. Maar zoals hier op een CT-beeld ziet, is dat een van die botjes helemaal verbrijzeld. Hè. Dus op röntgenfoto zie je al duidelijk dat er het een en het ander mis is. Natuurlijk, op CT-beelden zie je dat veel beter. Dus dit paard heeft een complexe fractuur van zijn voorknie, van de carpus. En daar is maar één ding aan te doen. En dat is die carpus fixeren, volledig stabiliseren met 3 platen en met schroeven. Dan krijg je ook weer een arthrodese. Dus dit paard gaat nadien zijn voorknie niet kunnen plooien. Gaat dus als het ware een stram of een stijf been hebben. Maar kan ook weer pijnvrij door het leven. En hier zie je het paard dus in de gips stappen. Voilà. Moet daar nog iets over gezegd worden? Denk ik niet. Nee. Dat is ook iets dat we spijtig genoeg regelmatig zien. Ja. Dit is een fractuur van de sprong. Hè. Meer bepaald het ostarsis centrale, wat wij noemen. Hè. Dus we zien hier mooi de fractuurlijn. Ook op scintigrafie. Deze sprong was heel heet, zoals we zeggen. Hè. Dus het rode duidt eigenlijk de fractuur aan. Ook deze fracturen zijn eigenlijk met behulp van de CT-scan eigenlijk vrij eenvoudig te herstellen met het plaatsen van een schroefje, waarbij dat we CT-geleid extreme precisie kunnen hebben en de schroef perfect waar we wensen willen plaatsen. Hè. Ja, en weerom gewoon één klein sneetje van enkele millimeters en de schroef wordt er zo ingedraaid. Klopt. Cool. Het is ook een fractuur hè, nu van P2, hè, van het middelste botje van de voet eigenlijk. Hè. Dus we zien hier 2 gewrichten betrokken, zowel het kroongewricht als het hoefgewricht. Het is zeer belangrijk om deze fractuur eigenlijk goed te gaan reduceren. In dit geval hebben we dat gedaan door 1 schroef door de breuklijn te plaatsen en onmiddellijk eigenlijk het kroongewricht te gaan stabiliseren met een plaatje en enkele schroeven, wat we noemen een arthrodese. Het kroongewricht is voor het paard een gewricht die onnodig is. Hè. En dergelijke paarden kunnen indien gewenst zelfs terug in de sport in de meeste gevallen. Hè. Ja, dus dit paard kan terug in de sport en kan in principe elke sportdiscipline terugkomen.
zo'n paard gaat nadien, als alles goed gaat, totaal kreupelvrij zijn. Ja. Het is een speciale fractuur, dat zien we eigenlijk ook wel geregeld. Hè. Dus een fractuur van het schouderblad. We zien hier het paard draven, waarbij dat eigenlijk het onmogelijk is voor het paard om het been naar voren te brengen. Hè. Dus de functie van de bicepspace van het paard is eigenlijk teniet gedaan. En dat komt omdat hier de aanhechting van de bicepspace volledig is losgescheurd van het schouderblad. He. Wat we doen in deze gevallen is het stuk eigenlijk gaan roteren, losmaken en dan eigenlijk mooi het schoudergewricht gaan herstellen met twee plaatjes. Ja. En dit paard kan ook, dit was nog een jong paard, ja. Denk ik was 2 jaar oud, maar ja. Dit paard kan ook nadien terug fungeren als normaal ja. Rijpaard of sportpaard. Ja. Want het gewricht is perfect hersteld. Ja. Ja. Ja, dit paard hebben we net al laten zien, hè. Dat is een radiusfractuur. Dit is een van de meest complexe fracturen die er bestaat, zeker bij een heel groot paard. Dit was een volwassen paard, ik denk 600 kilogram. Ja. Dit gaat hem over het bovenbeen, hè. Dat is een gigantisch groot bot bij het paard. En je ziet de breuk, hè. Dat is een vrij ernstige fractuur. Zo'n operatie is altijd een echte challenge. We weten dat de operatie zelf dat lang gaat duren. Daar moeten 2 grote platen op, heel veel schroeven in. We kunnen geen gips zetten bij de recovery, dus we zijn altijd een beetje benauwd ook voor het ontwaken. Maar ik denk dat we ook een beeld hebben. Dus daar gaat het paard eigenlijk naar de operatiezaal ja. om geopereerd te worden. Dit is tijdens de operatie, dus je ziet een snede van ja, wel bijna 40 centimeter, denk ik. Dus de fractuur, hier zie je de fractuur mooi, die wordt dan met die klemmen, wordt die botstukken terug tegen elkaar geperst. Dan worden daar 2 grote platen op gezet, een heleboel schroeven worden daarin geplaatst. En uiteindelijk krijg je dus een heel ingewikkelde, heel stabiele en sterke constructie. Nu, in principe als het paard tijdens het ontwaken, als dat allemaal een beetje meevalt, dat een paard is rustig en staat vrij vlot op, dan kan zo'n paard ook volledig herstellen, ook in de sport terugkomen. Maar spijtig genoeg, bij dit paard is de recovery, is tijdens de recovery is het bot, en je ziet dat hier, teruggebroken. Dus niet de hoogte van de platen, maar daaronder is als het ware de radius teruggebroken door het wakker worden en hebben we alsnog het paard moeten laten inslapen. Dat is natuurlijk een hele zware dobber ja. voor ons ook als chirurg. Je bent daar uren zeer intensief aan het opereren. Je bent aan het werken tegen de tijd om het paard zo snel mogelijk van de operatietafel te hebben. En als dat dan gebeurt, dan is dat natuurlijk zowel voor de eigenaar, maar ook voor ons een heel zware dobber. Ja. En dit is eigenlijk om te besluiten van kijk, we kunnen de dag van vandaag, we kunnen heel veel. Maar zoals ze in Amerika altijd zeggen, we cannot save them all. We kunnen ze niet allemaal redden. Het zijn moeilijke operaties, het zijn zware operaties. Er is altijd kans op infectie, er is altijd kans op terugbreken en dergelijke ja. meer. Maar wat niet weerhoudt dat we toch heel goede heel resultaten veel. Hebben. Ja. En het zijn al die goede resultaten die ons motiveren ja. eigenlijk om altijd maar verder te gaan en om de lat steeds hoger te leggen. Klopt voilà. Ook. Bedankt voor jullie aandacht. We moeten... Ah ja, oh. We zijn nog niet klaar. He, dus we komen terug op de nekfractuur. He. Het paard had zijn nek gebroken. Heel stijf in de nek. Ook mank, rechts voor. He. Kwam eigenlijk door deze mooie fractuur, een heel complexe fractuur, ook helemaal achteraan in de nek. C7, de laatste nekwervel. En hier zien we al de eerste borstwervel. Zeer moeilijk bereikbaar. Dus bij ons weten nog weinig geprobeerd in de wereld om dit te herstellen. Maar dit is het paard 2 weken na onze operatie. Duidelijk heel veel meer comfortabel in de nek, veel meer ontspannen. En dit hebben we zo gedaan. He. Dus we hebben eigenlijk het gewricht hier vastgezet en dan het fragment eigenlijk tegen het wervellichaam getrokken met 2 schroefjes. Ja.
Zeer moeilijke operatie. Zeer moeilijke operatie, een ingreep om fier op te zijn. En ook een heel mooi verhaal dat dat paard dat gered heeft. Want met een dergelijke fractuur in de hals hangt het aan een zijden draadje dat je niet plots helemaal verlamd geraakt. Dus heel mooi dat dat operatie gelukt is, dat het paard het gehaald heeft. Ja. Daar zijn we heel trots op van. Ja. Dan nog een soft fractuur, hè. Een redelijk indrukwekkende fractuur. Hè. Dit paard is over de rug gegaan en heeft hier bijna zijn volledige schoft gebroken. Of ja, heeft zijn volledige schoft gebroken. In dit geval hebben we niet operatief ingegrepen. Hè. Is het conservatief geheeld, hè, met de nodige tijd, hè, en zorgen. Maar, pijnstillers, ontstekingsremmers. Ja. Nu, die fracturen van die schoft, we hebben die erbij gestoken, omdat we dat heel veel zien. Mm-hmm. Heel veel paarden die tijdens het laden over rug gaan, die breken hun schoft. Mensen zijn heel paniekerig, maar meestal hebben die een goede prognose. De meeste van die paarden moeten niet geopereerd worden, moeten gewoon rust krijgen en de nodige medicatie en goed opgevolgd worden. Af en toe zijn er bij die we dan toch operatief moeten helpen. Maar nogmaals, de dienaars gaat dan de foto's nemen en gaat dan die beslissing nemen. Ja. We gaan eindigen met een positieve noot. Een fractuur is niet het einde van de wereld. Dat is zo voor paarden, maar ook voor ons als mensen. Dus ik kan ervan meespreken. Dit is niet het einde van de wereld. En door een stamp van een paard. Ja.